De werkzaamheden van de nieuwe highway, die een verbindingsweg van de Kennedy en Afobakkaweg zal zijn, verlopen vlot. Op maandag 15 juli 2019 werd de eerste asfaltlaag aan de zijde vanuit de Kennedyweg geplaatst. Prachtig in die zin van, het brengt heel veel ontwikkeling op gang. Het gaat om een wegstrekking van 9,6 kilometer. En we hebben vandaag een aanvang gemaakt hier ter plekke in het district Para, Plantage Hanover, om dus onze highway aan te leggen. Zoals ik eerder zei, heel veel ontwikkeling, maar het ontsluit natuurlijk beide grote gebieden en verbindt het natuurlijk met elkaar, waardoor natuurlijk het verplaatsen van onze mensen makkelijker gaat zijn. Dit biedt natuurlijk meerdere opties, niet alleen de Martin Luther King Highway of rechtstreeks via de weg naar Sanderij, maar dat je dus opties hebt om verder te kunnen gaan natuurlijk. We vergeten natuurlijk ook niet de rehabilitatie van de Martin Luther Kingweg vanaf Paranaam richting de Toetlifo-Kanaalweg. Dat is de eerste fase. En de tweede fase, dat gaat in Dalian 5 natuurlijk worden uitgevoerd. Deze wegstrekking Toetlifo-Kanaalweg richting Latour. Dit alles natuurlijk is een samenhang, is één geheel. Om dus een optimale ontsluiting, maar ook de zware congestie van het verkeer te gaan minimaliseren. De werkzaamheden verlopen redelijk vlot. We zijn vandaag bezig met het aanbrengen van de eerste laag asfalt over deze verbindingsweg. Verderop zijn we bezig ook nog met de brug en tevens hebben we alle uitvoering, de aansluiting van de Afobakkaweg op deze nieuwe verbindingsweg. Zeg maar het kruispunt moet ook nog uitgevoerd worden, dus daar zijn we ook al mee bezig. En voor het gedeelte na de brug richting de Afobakkaweg zijn we bezig met stabilisatiewerkzaamheden. Deze nieuwe highway, zoals het wordt genoemd, is een... Het valt onder de categorie Nationale Verbindingsweg, dus de eisen zijn zeg maar de hoogste. We gebruiken hier polymer gemodificeerd asfalt. Het is 6 centimeter dik. Zoals ook eerder is doorgegeven, zal deze weg de karakter hebben van een autosnelweg. Dus snel verkeer is toegestaan op deze weg. Geen gemengd verkeer of langzaam verkeer. We asfalteren in fases. We proberen zeg maar, de delen in fases af te ronden. Het proces is dus het aanbrengen van de blended sand layer, daarna gestabiliseerde laag, daarna de base course en hierop asfalt. En dit alles wordt in fases uitgevoerd. Zoals ook eerder aangegeven zijn we bezig met de bouw van een brug om de overbrugging te doen. Daar loopt het ook redelijk vlot. We hebben zeg maar, de pijlers aan de Sanderijzijde die zijn al geheid. We zijn bezig met de middenpijlers en daarna gaan we verder met de pijlers aan de Afobakkazijde.